In een winderig Drenthe rijdt Tom Stamsnijder de 1.1-wedstrijden dwars door Drenthe en de Ronde van Drenthe. Hij vertelt over zijn begin bij Project 1T4i en zijn programma voor de komende tijd. Ronde van Drenthe achter de rug net. Hoe gaat het op dit moment? Ja, het was een lastige etappe. Wedstrijd. Het zijn twee aparte wedstrijden. Waren we niet superbeen. Maar het was niet de hele dag, was gewoon knokken en het ging niet echt een keer op de kant. En dan kun je ook niet echt zeggen of je superbenen hebt of niet, maar het voelt gewoon de hele dag zeurig. Maar ik denk wel dat het een goede dag is geweest om weer te verbeteren. En dat heb ik nodig. Als je kijkt waar je nu staat, of tenminste hoe het nu gaat tot nu toe qua training bij de nieuwe ploeg, veel trainen in Spanje, waar sta je dan nu? Ik denk dat ik nog wel even een stukje moet. Het is, we hebben de keuze gemaakt om heel veel basistrainingen te doen en ik merk gewoon dat per wedstrijd echt stukken beter gaat. Alleen, ja, ze rijden gewoon allemaal super hard. Iedereen heeft een mooi goed winter gehad en dat kun je zien. En dat het niet heel erg slecht weer was. Ja, dat voel je wel. En ik denk dat het, ja, vorig jaar had ik het dubbele aantal wedstrijden rond deze tijd. Ja. En het is nu gewoon zaak om elke wedstrijd gewoon keihard erin te vliegen. En tot nu toe lukt dat aardig. Alleen, ja, het moet nog wel even. Het gaat gewoon stapje voor stapje. Kan je nu al zeggen dat dit beter werkt voor jou? Of is dat nog jou? Ja, in sommige momenten voel ik me heel goed. Alleen, ik mis gewoon nog echt dat heel lang op mijn adem trappen. En dat kan ik niet heel lang. Het is echt, blijf ik eronder in stuk, dan kan ik heel veel aan. En dat zijn gewoon dingetjes die je kunt het niet vergelijken. En het is elke week weer een vraag. Je ziet wel dat elke week mijn trainingen verbeteren en mijn waardes. Dus ik ben op de goede weg, alleen ja, ik had ook graag wel dat het iets sneller ging. Wat is je programma voor de komende tijd? Ik ga hier naar Noke, Hanshamen. En dan waarschijnlijk voor E3, Gent-Wevelgem, Dwarsdorp-Vlaanderen, dat soort koersen. Dus voorjaarsklassiekers.